de groeten aan Tess. Mama, ik leef nog. Groeten aan... Mijn vriendinnetje, mijn vriendje. Mijn goudvissen. Dit is Niels. Zwaai even naar mama, Niels. Zwaai, zwaai. Relax, Zwarte Klaas. Dat is very nice, hè? Mijn vissen en ik, dat is eigenlijk, we zijn één. Als de water voor hun ook troebel is, ja, vind ik kut, zei ik ook zelf ook mijn mistlamp aan in de auto. Dit is de Zwarte Cross 2007. Kom lekker naar voren met z'n allen en word op een prettige manier lekker wakker gemaakt met de Bluegrass Boogie! Ik kom hier voor de wierm en voor het bier. Meer niet. Nee, en Balkbrug, hij dat niet. De Brommerklasse, een van de leukste klassen. En dat heeft iets opgebouwd met zijn deelnemers. Want deze jongens uit Angeren, die zien we al jaren. En volgens mij hebben jullie ook een jubileum, hè? Ja, het is het 10e jaar dat we er zijn. En ja, het wordt wel steeds drukker, maar het is nog steeds leuk, dus. Zijn jullie onderhand ook niet te oud geworden voor die brommetjes? Nee, nooit. Daar word je nooit oud voor. Wat moet die kosten? Nou, zo ongeveer €250, dat mag je meenemen. En je kunt meteen nu proberen hier. Dus dan weet je zeker of hij goed rijdt natuurlijk. We willen natuurlijk niet in de slechte koop doen. Deze mag niet meedoen, heb ik gehoord. Nee, hij mag niet meedoen. Want ze vonden die mooi genoeg. En, dus ik dacht van ja, ik neem toch mee. Dus kan ik altijd nog wel meer rondrijden. En dat is mijn goede ook. Maar het is jammer dat ik mee moet doen. Maar ja, volgens jij Bert. Al die kleine leuke brommetjes, we gaan brommers kieken. Als uitgehongerde beesten staan ze aan de start. 261 deelnemers aan de bromfietsklasse zijn uit het startschot gevallen. Een jaar lang hebben ze op moeten wachten. Een jaar waarin er veel gesleuteld is. Gepoetst, gesleuteld en nog veel meer gepoetst. Maar nu is het zover, hun moment van glorie op het circuit de Schans in Lichtenvoorde. Machtig mooi gezicht, al die brommetjes in dat loodzware achterhoekse zand. Ja, en met dat oude spul dan wil er natuurlijk wel eens een keer wat stuk gaan. En dan sta je daar midden op die baan, te midden van die 261 hongerige deelnemers. Tja, hard gaat het niet, maar daar gaat het ook niet om. De ander vermaken is belangrijker dan jezelf verminken, zeggen de organisatoren altijd.
daar hebben we onze grote vriend Bokito uit Blijdorp weer ontsnapt. En Kik Minida aan. U weet het, hè. Kijk Bokito aan en dan gaat het fout. En dan grijpt hij je. En schijnbaar is dat met deze deelnemer gebeurd. Want waar is je brommer, jongen? Waar is je brommer? Ja, heerlijk om er even bij. Ja, natuurlijk. Gezellig. Nee, niet weer, mijn heren. Tot volgend jaar. Wat bent u aan het doen? Ik ben een parachute uit de knoop aan het halen. En die moet even hier teruggevouwen worden. En dat is om van die kraan te springen. Hoe heet dat? Basejumpen. Is dat link? Nee. Als je weet wat je doet, niet. Ja, je moet wel weten wat je doet, hè. Basejumpen, kijk er maar, zodat het in zijn werk gaat. En thuis niet proberen? Nee, niet doen. Ah, super. Ja, veel wind, hè. Gezien dat ik achteruit ging, hè. De sprong was prachtig. Gewoon super, super. Ik lag lekker stabiel. Ik heb even kunnen wachten. Ik heb me erin gegooid en ja, met de opening ging ik even stil. Ik ging achteruit dat ik mijn remmen lostrok. En ja, was goed. Jongen, dat is het ware de muziek op het festival nog. Oh, ja, jawel. Je bent te laag, hè. 78 meter. Dan kan je alles van dichtbij bekijken. Je hebt een mooi overzicht vandaar. En dan ja, springen er naartoe. Lekker graantrusje. Super. Ah, vorige week heb ik van 22 meter gegaan. En dat is voorlopig mijn laagste record. Ja, dat, dan heb je niks. Dat is foutmarge nul. Compleet nul. Noodransoen met de vrachtwagen van de Taliban erbij, hè? Ja, dus we hebben zelf bedacht, oude leger truc, en daar moeten we wel moois van maken. Dan maken we een Taliban, een paar vlaggen geregeld. Ja. Wat staat er op die vlaggen? Geen flow idee. Dus, dit zijn officiële vlaggen? Dit zijn officiële vlaggen, ja. Al een leuke dag. Voor de fun? Ja, voor de fun. Zwaargewichtklasse, ja. Je hebt ze allerlei soorten en maat, hoor. Ja. Crossteam Mazenwaal, Zwarte Cross 2007. Waar kom je er precies vandaan? Uit heel Mazenwaal. Dus vanaf Wiegje tot aan Leeuwen, Druten, Altforst, noem maar op. Vroeger was alles beter, dat is jullie motto. Ja, vandaar ook die oldtimer. Vroeger was alles beter. Serieus, hoe oud zijn jullie? Ik denk dat de oudste 31 is, of 32. Dus. Dan al over vroeger praten. Ja, ja. Al kan me voren zeggen. Wie verzint dit? Zo'n wieg. Ja, is eigenlijk samengekomen. We konden aan zo'n vrachtauto komen en een beetje praten en dan kom je dus tot zover. Het is wel een damesclub, hè? Of mogen de heren niet meedoen? Jawel, maar die zijn helaas... Die zijn verlegen. Ja. De mond is groter dan de daden. De zwaargewichtklasse, met onder andere Maas en Waal. Draai even om, dan kunnen we je gezicht zien. Ja. Hey, hoe zit het nou met het vroeger dat alles beter was? Zie je daar? Ja, dan komt de koffie. Lukken nog? Oh, nee toch, goed. Vroeger was alles beter van het crossteam Mazenwaal. Misschien ziet u ze ook wel in die zwaargewichtklasse, want er moet nog wel wat gebeuren. Ik zou zeggen, gordels vast, u kijkt naar de afdeling heavy metal, oftewel de zwaargewichten op de zwarte cross. Uit Wonrooi komen deze jongens, steeds voor een ereeën noemen ze zichzelf. Prachtig ding.
weer toch je ogen niet wat je hier allemaal ziet op die zwarte cross. Kijk eens deze prachtige Amerikaanse hot rod. Hele hete wielen zo te zien. En natuurlijk, een zwarte cross is geen zwarte cross zonder een topless bar. Gelukkig, onze vrienden uit West-Maas en Waal, die hebben het gered. Vroeger was alles beter. En herkent u uit Tante Nikki, de mascotte van Jovink en de Voor de Beatles. Deze jongens die mogen wel even aan hun verbruik werken. Vet oké, deze wagen, jongens. Taliban op vredesmissie in lichten voor Oeschan. Gekker moet het toch niet worden. En zouden deze hier de broek al vol hebben? Goed sfeertje daar op die zwarte cross. En ook Persen doet mee in het Wilde Oosten. Ja, de groeten aan alle mensen die er niet zijn, die missen wat. Mama mag niet mee? Nee, die willen we er niet bij hebben. Ik doe de groeten thuis aan iedereen die ik ken. De Sint en heel Urk en Tollebeek. En, Urk? Urk en Tollebeek. Dat is Peer Olleveld, zeer een barre! Ah, gezellig hè. Oh, de groeten thuis naar Groesen. En Tolkamer.
Wat is hij nou aan het doen? Nou, we hebben gisteravond al een proefronde gereden. En daar kwam toch uit dat het zicht toch een beetje te weinig was van binnenuit. Dus nou, we hebben spullen bij ons genomen en dacht, nou, dan snijden we er gewoon nog een gat bij. En dan hebben we meer zicht. Het is een rijdende glasbak. Hoe kom je aan een glasbak? Ik wil geen merk noemen, maar er staat ergens een sticker op van een afvalverwerkingsbedrijf. En die hebben gewoon gebeld van, nou, hebben we nog wat over? Kunnen we wat meekrijgen? En nou, voor 20 euro was het klaar. Dus. En dan doe je mee in de special klasse? Ja, ja, goed. De Zwarte Cross is toch iets van baldadigheid en zo. Dus ja, dat gevoel van, nou, we trekken een glasbak van de straat en dan zetten we een paar wielen onder en een motor erin en we zijn klaar. Een rijdende glasbak uit Buurmalsen. De special klasse. Eén auto met eigenlijk een schommel erop. Hoe lang is hij aangewerkt? Ik denk een weekje of 8 ongeveer. Elke avond door de week, maandag, dinsdag, woensdag, donderdags. En wie verzint het? Ja, eigenlijk is de man die het verzint heeft hier op die gele schommel. En met elkaar hebben we het allemaal voor elkaar gemaakt, zeg maar. Dus. 8 weken lang gewerkt en al die motortjes doen het, hè? Alles doet, alles werkt. We hebben ook in Albergen een mini TT, allemaal met motortjes, op een grote baan. En dan is Jovink is daar ook geweest. En dan proberen we wat terug te doen voor Jovink dus. Zijn jullie gewoon jongens die niet groot willen worden of zo? Ja, denk ik dat ook wel, ja. Speels, hè? Het Hakkie Wakkie Racing Team dus, uit Twente. Ook die ziet u in de special class. Oh, waren we al begonnen. Kijk, Oma, de oudste deelnemer aan de Zwarte Cross. En natuurlijk, zorg je ervoor dat je passende kleding hebt. Of juist geen kleding als je hier meedoet. De Zwarte Cross maakt het kind in ons los. Zeker uit deze jongens uit Wanrooy. Ja, deze kennen we nog van vorig jaar. De Rockmobiel Melk de Witte Motor. Maakt toch vlammen los. Achterwerk in de kist, Peter R. de Vries. En dit is ongetwijfeld de snelste kinderwagen van Nederland. Let op, dit is een man met ballen zo gezegd. Yo! En ze zagen dat het goed was. Waar ze hem vandaan halen, ik weet het niet, maar van dit geinige karretje staat nog zeker één exemplaar op de maan, de Lunar Rover. En Hoovercraft, maar Hoovercraft hebben toch geen wielen? Ongelooflijk, wat een bruut geweld hier op de baan wordt gebracht. En daar hebben we Poquito weer. Er zijn hier een carnaval op wielen. Ik bedoelde natuurlijk een compleet uit dierentuin op wielen. Hannibal maar over deze middelen beschikt. Had hij die olifant helemaal niet nodig gehad om over de Alpen te komen? En heeft u een probleem?
uitkomt, wel dan de rijdende rechter. Grandioos. Hoe was hij? Was hij mooi? Was hij goed? Hij was top. Van de Zwarte Cross 2007. Het heeft de hele nacht geregend. Dag 3 betekent gewoon Zwarte Cross na de moesson. Kijk. Durf je niet meer? Nou, we zitten te kijken wat de makkelijkste manier is om bij het pannenkoekrestaurant te komen. Wat een zooi. Echt niet normaal. En dat is toch leuk of niet? Nou, nee. Ik ben straks al een keer onderuit gegaan, maar dat is echt niet grappig meer. Ah! Zullen we het beest even ontwaken? Het beest. Nou, wat is er wakker geworden nu? Ja, dit is echt het beest van de Zwarte Cross. 1700 cc, twee cilinders. 1700 cc? Ja, 1 liter en 700 cc. En vette twin. En daar gaan we nog even flink het circuit mee onveilig maken. Wat zijn de gegevens van dit? Laat de kenner maar eens even watertanden. Nou, we hebben een koppel van 150 Newtonmeter met een stage 3. Met speciaal Acapobus titanium uitlaatsysteem erop zitten. Nou, we hebben een even iets breder achterbandje achter voor het grip. En open kelkjes op de inlaat, hoge compressiezuigers, andere nokassen. Dus we gaan er volledig voor. Dit is geen motor voor iedereen, hè? Dit is zeker geen motor voor iedereen, nee. Daar moet je wel wat voor in je maas hebben. Ja. Ik kan hem even laten horen. Oh. Geweld op de baan. De wegraceklasse. En als er ooit sprake is geweest van zinvol geweld, dan is dit het natuurlijk. Met nummer 1 duikt hij in beeld. Patrick Mulder uit Tollebeek. En geloof het of niet, hij vierde dit weekend op de Zwarte Cross zijn verjaardag. Oude lijken en modellen zo uit de showroom weggepakt. Het gaat hier te keer op de schans in Lichtenvoorde alsof het niets is. Kijk, het is natuurlijk wel leuk om dat publiek even onder het zand te spuiten, maar dit is het resultaat. Kijk, DL. Natuurlijk een prachtige plek voor je eerste rijles op de motor. En hier zijn de rollen eens een keer omgedraaid. Ja.
mooiste wat er is. Zonder theater kan ik niet leven, hè? Zonder theater kan ik niet leven. Theater is, nou, is kunst. Een raket op een rolstoel in het bezette gebied. De bommen op Ahmed en een katmes voor Piet. Het spijt me verschrikkelijk, maar nu even niet. Want er is feest, feest, feest. Wat zal ik aantrekken, dacht ik. Dus ik denk, nou, trek wit aan. Die kijkt er iets anders naar. Sure. Ja, gaat hij opeens in het wit lopen? Hij loopt nog altijd in het zwart. Ja, dat dacht ik ook, maar. Nou, ik heb het terrein, dat is een modderpoel, dus daar zal ik me niet in wagen. Ja, maar dan moet je Jules kennen. Ik ken Jules wel. En, maar hier voor Jules was er, zag ik Armaan, heb ik gezellig mee zitten kletsen. Nou, wat leuk man dat ik die weer tegenkom hier. Dat is de Zwarte Kruis, dat is allemaal verrassend en anders. Uitdagingen, alle uitdagingen vind ik leuk. Waarom was uitdaging? Nou ja, het is zo totaal anders. En je kan niet echt goed soundchecken, dus je hebt een heel slechte monitor. En er zijn allerlei ongemakken, zeg maar. Als je een normaal goed georganiseerd optreden hebt, dan zeg je, ah shit, dit en dat. En hier moet je er alleen maar om lachen. Dat is de hele Zwarte Cross, typisch Zwarte Cross. Ik moet overal om lachen, ik vind het hartstikke leuk. Ook al is het weer niet goed en zo, als je om je heen kijkt naar die bouwsels en wat ze allemaal doen, en het is gewoon lachen. Hoor. Je hebt de hele dag goed, je zit drie, dus verheugd met het hele jaar op. Ja, moet je horen, ik bedoel, ik kom hier om te werken, ik bedoel, ik kom hier niet voor mijn lol. Nee. Ik ga niet voor mijn lol naar lichter worden. Ik bedoel, dan moet het er een steekje los zijn aan je, als je een goede lon hebt. Geloof het of niet, het is hier min 20 graden. Buiten is het zo 25 graden op dit moment. Kom, dachten ze bij de Zwarte Cross. We gaan ook de kouwers in. En dus is er ook een nieuwe klasse. De diepvriesklasse. Daar zit je dan, in een diepvrieskist. Ja, een keer wel anders, hè? Ja. Ja, het is een nieuwe klasse, hè? Dus het is inderdaad wat anders. Ja, inderdaad. En waarom deed je mee? Ja, is toch mooi. Gewoon voor de fun. Gas erop. Wat zit hier binnenin? Een 4,3 liter, 6 cilinder. Dus daar hoop ik mee uit te rijden. Koelt hij nog? Hij koelt hopelijk goed. U kijkt naar de coolste klasse hier op de Zwarte Cross, de diepvriesklasse. Opwarmronde niet nodig, gewoon gas erop, opwarmen niet gewenst. En die diepvriesklasse, die is natuurlijk hartstikke nieuw. Maar ja, wat is een diepvriesklasse? Dat weet eigenlijk niemand. U ziet de verbijstering bij het publiek, want was dat niet oma's oude drie sterren vrieskist die net voorbij kwam rijden? En ze dachten dat ze hem aan de kringloopwinkel hadden gegeven. We kijken naar een Amerikaanse koelkast, maar dan eentje uit Amerika met een C, oftewel gemeentehorst Limburg. Yeah.
kan het leven toch mooi zijn, hè? Een koelkast, een vrieskist die naar je toe komt in plaats van jij naar de vrieskist. De ijskoning op zoek naar zijn ijsprinses. Helaas, helaas, dit jaar geen BN'ersklasse vanwege het slechte weer op de zondag. Dus geen Barbara de Loer, want anders had hij die aan kunnen zoeken. Dat noem ik nog eens een dode hoek, ja. En met nummer 25 en zijn polmobiel uit Winterswijk, Jos Kolstee. Twee weken geleden was een passagier haar hoofd nog kwijt. Het is gelukkig weer teruggeplaatst. En eindelijk winnen. We zagen hem vertrekken. Zo in het begin van de cross. Eén ronde zonder motor. De zwarte cross zou niet cool zijn. Ja, zondag en jullie willen niet van hem even gezeten, hè? De zwarte cross 2007 zit er alweer bijna op. Het is tijd om naar huis te gaan. Hij was weer groter. Hij was anders, hij was net zo gezellig en natuurlijk volgend jaar is er weer een zwarte cross die weer meer verrassingen gaat brengen. Ik wens u een hele goede zondag en een hele goede vakantie. En geniet u. We zijn aan het Schatgraven in Huisberg, in Serenberg.